oldschool analoog fotograferen met Patrick Dreuning. In de vorige aflevering gingen we op pad in Utrecht met deze prijswinnende fotograaf om mooie straatbeelden te schieten. Nu duiken we de doka in. Gemaakt. Het is nu natuurlijk tijd om te gaan ontwikkelen. Ja, nu gaan we het ontwikkelen, ja. We zijn nu in de doka-ruimte KAFU te Utrecht. Ja. Wat ligt hier en hoe gaan we te werk? Ja, hier ligt eigenlijk een ontwikkeltank. We gaan daar de film op deze rol opspoelen. Dit gebeurt in het complete donker, dus ik heb hier een teststrip zodat ik kan laten zien hoe het eigenlijk in zijn werking gaat. Ja. Dit moet je eigenlijk een paar keer oefenen voordat je dit gaat doen. Je moet hem hier op draaien eigenlijk. Ja. Er zitten twee balletjes, die pakken op een gegeven moment de kartelrand. Oh ja. En dan ga je draaien en zo draai je eigenlijk heel de film op de spoel. Probeer dit een keer met een oud rolletje wat je niet gebruikt. Probeer het een paar keer en ook een paar keer met je ogen dicht, want je moet het dadelijk in het complete donker doen. Wauw. Dat is het spannende. Ja, en als het misgaat, dan heb je ook een mislukte film. Zodra hier licht bij komt, dus vergeet ook niet je telefoon uit te zetten, dan verpest je eigenlijk je film. Ja. Dus het moet echt in het complete donker gedaan worden. Oké. Okay. Oefen dan een paar keer, dan krijg je eigenlijk dit. Oh ja. En dit gaat in de ontwikkeltank. Zo. Ja. Komt deze erop. Dan draaien we vast. En deze erop. En nou is die lichtdicht afgesloten. En nu kunnen we de lampen weer aan doen. Ja, zorg voor jezelf even dat je alles hebt liggen zodat je het later kan terugvinden. Want het is dadelijk hier compleet donker. Dus zorg even dat je een logische volgorde hebt voor jezelf. Van openmaken. Een stukje afknippen en daarna in de tank en de deksel erop, zodat je gelijk aan de slag kan. En nu moet het natuurlijk wel donker zijn. Precies. Dus ik ga het licht even uitdoen. Top. En dan kunnen we aan de slag. Yes. Oh jeetje, je ziet echt helemaal niks. Nee, dan moet je echt van tevoren oefenen om het een beetje onder de knie te krijgen, want het is best wel lastig. Ja, ik kan me voorstellen. Dus zorg dat je goed weet waar je wat hebt neergelegd, anders ben je daar ook wel eens tijd aan kwijt om het te vinden. Ja. En dan, ja, nu ga je eigenlijk de film op de spoel draaien. En dit moet dus in het complete donker gebeuren, zoals nu. Ja. Wow, ik kan me voorstellen dat je dit wel even moet oefenen. Ja. En je mag ook geen vingerafdrukken maken, hè, op de rol. Nee, je moet proberen om inderdaad zo min mogelijk aan de film te komen. Wow. Want alles ga je zien, ook ieder stofje, ieder detailtje ga je eigenlijk zien erop. Dus ja, ook daar moet je nog eens op letten. Zo. Ja, hij zit erin. Dus nu kunnen we gaan ontwikkelen. En wat ga je nu doen? Ik ga nu, ik heb hier een handige app, de telefoon, ja? Waar ik eigenlijk precies kan zien hoe lang ik deze moet ontwikkelen. Deze film moet 13 minuten ontwikkelen. Dus nu ga ik deze hier ingooien. En wat is dit? Dit is ontwikkelaar. Dat is ontwikkelaar. Ja, die zorgt dus dat de film tevoorschijn komt. Nu zorg dat hij goed dicht is. En dit zorgt ervoor dat het geleidelijk wordt verdeeld over de film. Ja, inderdaad. Dus als je dat niet doet, dan krijg je ook niks te zien. Nee. Ja, of kan het zijn dat niet alle bestanddelen geraakt zijn, zeg maar. En dan, daarom draai ik hem ook eigenlijk met iedere keer, draai ik hem een beetje, zodat het nog meer verspreid wordt extra. Juist. Dit moeten we 12 minuten doen. Als dat klaar is, dan gaan we hem stoppen, zodat de film niet doorontwikkelt. Anders krijg je weer een witte foto of in ieder geval een overbelichte foto. Okay. Als we hem gestopt hebben, dat moeten we even kijken. 1 minuut doen. Daarna gaan we de foto fixeren. Dus dan wordt de film niet meer, die is dan niet meer vatbaar voor licht. Dus dan kan je hem daarna gewoon eruit halen in principe. En daarna moeten we hem nog schoonmaken. MUZIEK.
van de foto's heb ik dus deze gekozen. En die gaan we nu even een teststrip van maken. Om te kijken welke belichting we gaan gebruiken. Oké. Okay. Dus die ga ik in de projector stoppen. Zo, dan zit die vast. Mm-hmm. En dan gaan we eventjes het licht uitdoen. Ja, nu kan je eigenlijk de print al zien hoe die gaat worden. Dus nu kan ik hem verplaatsen. In en uitzoomen. Maar ik denk dat hij zo wel goed zit eigenlijk. Waar kijk je nu precies naar? Nu kijk ik heel exact of ik de korrel zie. Zodra ik de korrel zie, dan weet ik dat de print exact scherp is. Oké. Oké, dan gaan we nu het papier belichten. In dit proces wordt de teststrip eerst in zijn geheel belicht voor enkele seconden. Daarna stap voor stap nog eens extra belicht. Met een papier wordt de strip beetje bij beetje afgeschermd. Dit is ook een kwestie van seconden. Zo krijg je verschillende belichtingstijden. En kun je later de gewenste belichtingstijd kiezen. De teststrip gaat vervolgens in een ontwikkelbad. Dit is het moment dat de foto tevoorschijn komt. Dan gaat de foto in een stopbad om te voorkomen dat de foto doorontwikkelt. Vervolgens belandt de strip in een fixeerbad. Ik heb net een testprint gemaakt. Je ziet hier eigenlijk, ik heb eerst de volledige foto heb ik 4 seconden belicht. En toen heb ik hem daarna met trapjes van 2 seconden heb ik hem belicht. Dat zie je eigenlijk hier. En dan kan ik goed kijken van op hoeveel seconden ga ik hem printen. In dit geval ga ik voor 6, 8, 10, 12. Dus ga ik hem 12 seconden belichten en dan komt die foto eruit zoals ik hem hier zie. Nu maakt Patrick de daadwerkelijke foto. Hij belicht het fotopapier gedurende 12 seconden. En het hele proces herhaalt zich vervolgens. Ontwikkelaar, stopbad en fixeer. Dan wordt de foto in het water gelegd. En tot slot gedroogd. Ja, dit is de print geworden uiteindelijk. Een typisch Utrechts beeld. Steegjes met een fietsen erin. Ja, echt heel gaaf man. Ben je er zelf ook blij mee? Ja, super tof. Zo zou ik zelf ook digitaal schieten. Ja, gaaf. Hey, heel erg bedankt voor deze inspirerende dag. Ja, graag gedaan. Ik heb echt veel geleerd. Ik vond het echt heel gaaf om te zien ook hoe jij zo bezig bent met je passie. Ja. Als jij nou ook geïnteresseerd bent in Patrick zijn werk, als je meer van hem wil weten, ga dan even naar zijn website. Ja, patrickdreuning.com. Ja, en anders ga even naar onze website, waarop we nog meer vertellen over analoge fotografie. Vergeet ons ook even niet te liken en te abonneren op het kanaal natuurlijk. En dan kan ik er nu alleen nog maar zeggen, tot de volgende. Tot de volgende.